En we gaan nu wel snel door naar Tessa, want die staat met Jesse Klaver, begrijp ik. Oké, nou, dan gaan we gelijk maar even door. Tessa. Ja, ze komen nu naar ons. Ja, inderdaad. Ja, ik ben weer terug bij het Huis van Europa. Daar waren we al eerder deze ochtend. Een plek in Den Haag waar je vragen kan stellen over Europa, meer informatie kan krijgen. Iemand die dat niet nodig heeft, die staat naast mij. Dat is Jesse Klaver. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt een spannende strijd, hoorden wij Wilders zeggen eerder vandaag. Namelijk tussen uw partij en die van Geert Wilders. Ja, het gaat nek aan nek. Het is echt ontzettend spannend. En ik hoop dat we een belangrijk signaal hier in Nederland kunnen geven aan de rest van Europa. Dat we hier ook de populisten weten te verslaan. Nou hoorde ik Geert Wilders ook zeggen tegen iedereen, ga stemmen. Maar eigenlijk heeft uw partij er vooral belang bij dat mensen niet gaan stemmen. Nee, in een democratie moet iedereen gaan stemmen. Dat is van het grootste belang. Dus ook ik zeg tegen iedereen, ga alsjeblieft stemmen. Laat je stem horen. Dit is ontzettend belangrijk. De Europese Unie die is van zoveel invloed op onze vrede, veiligheid en ook onze welvaart in Nederland. Dus laat je stem horen om richting te geven. Die richting die wordt verwacht dat dat wat rechtser wordt dan normaal. Geeft dat zorgen aan u? Nou, wat rechtser dan normaal, dat zou over het algemeen geen zorgen geven. Maar als ik nu zie hoe groot radicaal rechts aan het worden is in Europa, dan maak ik me wel grote zorgen. Kijk, die partijen hebben maar één doel. Dat is uiteindelijk de Europese Unie van binnenuit uithollen. Maar we hebben een sterke Europese Unie nodig met een oorlog op ons continent in Oekraïne. Ja, moeten we zorgen dat we sterker zijn dan ooit. Hoe ziet u die ideale sterke Europese Unie voor zich dan? Met nog meer samenwerking als het gaat over defensie. Nog betere economische samenwerking. Kijk, we hebben een enorme economische markt. Met enorm veel consumenten. Maar we lijken de strijd te verliezen van grote blokken als China en de VS. En dat betekent dat we concurrerender moeten worden als Europa. En dat we meer moeten investeren in onze industrie. En meer moeten investeren in onze productie. Nou, genoeg reden dus om naar de stembus te gaan. U moet nog stemmen. Ik ga niet stemmen. Nou, veel succes daarmee. Iedereen kan vandaag nog stemmen. En dan is vanavond de uitslag, althans de Nederlandse. Want wij zijn natuurlijk het eerste land dat gaat stemmen. De rest van de Europese Unie moet nog volgen. Heel goed. Dankjewel, Tessa. Ja, Tessa hintte er net al naar. Waarom zou GroenLinks-PvdA baat hebben dat mensen niet naar de stembus zouden gaan? Wat bedoelen ze daarmee? De meer pro-Europese partijen die verwachten dat hun achterban wat meer belangstelling heeft voor deze verkiezingen en komt opdagen. En daar hopen ze echt dat de Nederlander die in november massaal op de PVV stemde, deze keer het rode potlood niet gaan aanraken. Voor andere partijen is er ook nog een belang bij een lage opkomst. Met name voor de SGP en ChristenUnie. Want ze hebben een vaste achterban. En als die komt stemmen, dan hebben ze misschien net één zetel. Maar als er heel veel mensen komen stemmen, dan veranderen die verhoudingen. En dan vallen ze misschien net buiten de boot. Oké, goed. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen gaat stemmen. Of tenminste zoveel mogelijk mensen. Ja, één keer in de vijf jaar heb je invloed op de Europese Unie. Ja. Dus maak er gebruik van. We gaan door naar jou.